verder. Want zij heeft maar geen vloerse. Oh, kom zitten. Jongens, in de haken houden! Is dat een betere dag? Dan ga ik de straat op gaan. En dan zie je... Esmeralda van Halteren, bestuurslid IJsselmeervogels. Je bent voor een gedeelte belast met vrijwilligerszaken. Vanavond vieren we misschien wel de vrijwilligersavond. Is de bewoording vieren we vrijwilligersavond? Is dat een goede keuze? Ja, vieren. Het is eigenlijk een bedankt naar de vrijwilligers toe. Want we kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Ongelooflijk belangrijk in deze vereniging. Je zegt heel mooi, je valt onder je vrijwilligerszaak, maar vrijwilligerszaken valt eigenlijk onder iedereen. Want vrijwilligers zijn we met z'n allen, zowel bestuur, TC, barpersoneel, facilitaire commissie, NAS, de leiders, noem alles maar op. We kunnen gewoon niet zonder onze vrijwilligers. Ongelooflijk belangrijk voor een club als IJsselmeervogels. Als je dan kijkt naar een avond als deze en je kijkt naar de opkomst, is dan deze avond geslaagd? Ja, ik vind de avond geslaagd, maar er zijn heel veel vrijwilligers die er niet zijn. Waarom weet ik niet, want het is altijd zo'n mooi punt om elkaar eens even te ontmoeten buiten je functie om. Ik moet even een compliment geven aan de spelers van het eerste van IJsselmeervogels, want zij staan achter de bar. Zij verzorgen nu een keertje de vrijwilligers, de mensen die het hele jaar zich belangeloos inzetten voor de club. Ongelooflijk belangrijk om die eens in het zonnetje te zetten en dat proberen we te doen met een avond als deze. Ja, op mijn eerste vraag antwoord je eigenlijk met de kwantiteit van de vrijwilligers. Dus het aantal vrijwilligers en de verschillende posities die ze hebben in de vereniging. Maar wat is nou de kwaliteit van een vrijwilliger? De kwaliteit is, het maakt niet uit of ze een half uurtje in de week de tijd hebben of 20 uur of 30 uur. Maar ieder op zijn eigen manier, hoeveel die zich inzet voor de club, is belangrijk. Elke schakel daarin kan niet gemist worden. En als we dan even kijken naar onze grote broers, zeg maar, van het professionele voetbal, kijken wij altijd heel erg naar op. Zij kijken juist op tegen ons, omdat wij een professionele club hebben, professionele uitstraling. En dat doen we met vrijwilligers. En daarom kan ik niet vaak genoeg benadrukken hoe ongelooflijk belangrijk dat is. En dat we met elkaar die verbinding zoeken. Want we zijn met elkaar één club, samen rood. En dat kun je alleen maar als er allemaal vrijwilligers zijn die met elkaar achter deze club staan. Hoe kan het dan dat een professionele club waar wij tegenop kijken, die misschien op ons kijkt van hey, zij doen het allemaal met vrijwilligers. Hoe kan het dan dat IJsselmeervogels vrijwilligers aan zich weten binden? Ja, omdat het in je hart zit. Anders kan ik het niet zeggen. Het is een club die gewoon zo dichtbij je staat. Daar wil je onderdeel van uitmaken. Daar wil je voor inzetten. Dat begint vaak al als je kind gaat voetballen. Kind gaat voetballen, er zijn leiders nodig. Dus een ouder offert zich, om het zomaar eventjes te zeggen, voorop. Ziet hoe leuk dat is. Dat kind ontwikkelt zich door binnen de vereniging. Wordt op een gegeven moment volwassen. Denkt, hé, maar dit is mijn club. Daar wil ik me voor inzetten. Gaat bardiensten draaien, gaat meehelpen een feest organiseren. En op die manier is de ketting die in werking gesteld wordt. Dus het komt echt voor dat de club in je hart zit. En daarom zetten ze zich in. Nou klinkt dit alsof je heel makkelijk vrijwilligers kan vinden voor iedere positie. En ik denk dat toch de waarheid dat enigszins logisch straft. Ja, ik zou bijna willen zeggen, was het maar waar. Want we hebben heel veel vrijwilligers waar we ongelooflijk blij en dankbaar voor zijn. Maar we missen ook nog heel veel vrijwilligers. Want om een club als deze draaiend te houden met zo'n professionele uitstraling, ja, dan heb je altijd vrijwilligers nodig. En of dat nou een half uurtje in de week is of 20 uur, dat maakt niet uit. Elke vrijwilliger is belangrijk in de functie die hij of zij doet. En daar kun je er nooit te veel van hebben, om het zo maar te zeggen. Nou is deze avond een waardering naar alle vrijwilligers, ook de vrijwilligers die het bestuur vormen, waar jij er een van bent. Toch komt er wel eens een klacht van de bestuurders of van de vrijwilligers die eronder zitten van
het bestuur is zo weinig zichtbaar. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is een kritiek wat we regelmatig te horen krijgen. Ik vind het ongelooflijk jammer. Ik maak ook wel eens een geintje, want ik nou, vind je dat nou jammer dat ze het zeggen? Of vind je het jammer dat je vindt dat je er meer aan moet doen? Nee, ik vind het jammer dat ze het niet zien, want we zijn zeker wel zichtbaar. Als je 's morgens vroeg op zaterdag naar het veld toe gaat, dan zul je ook bestuursleden langs de lijn zien lopen. Maar je moet het wel willen zien. Daarnaast komt dat je sommige weken in het bestuur hebt dat je zoveel uur daarmee kwijt bent, dat je af en toe die zaterdagmorgen niet op het veld bent. Waarom? Omdat je ook nog een gezin daarnaast hebt of andere zaken in vrijwilligerswerk wat je ook nog vervult. Dus je kunt niet altijd overal zijn. We doen ons best, maar ook wij zijn vrijwilligers en ook voor ons is de tijd soms op. En om het nog even te zeggen, ik maak wel eens het geintje. Meestal na afloop van de wedstrijd, natuurlijk zitten we eerst in de sponsorroom. Hè? Je bent de ontvangende vereniging. Je hebt een visitekaartje af te leggen naar de andere verenigingen toe, andere besturen toe. Daarna gaan we naar de kantine. Dan zeggen ze, jullie zijn niet zichtbaar. Waarom niet? Omdat wij pas vaak na 6 uur komen. En als we dan binnenkomen, en een aantal jongens die weten het wel, dan zeg ik, zet even een kruisje achter me aan dat ik er wel weer geweest ben. Maar dat soort grapjes moeten ook kunnen. We zijn wel zichtbaar, maar misschien niet altijd op het moment dat elke vrijwilliger ons daar verwacht. Esmeralda, je staat heel enthousiast een verhaal te vertellen hier. Het enthousiasme straalt er vooraan van jou als bestuurslid. Kun jij nou aangeven wat jouw motivatie is om bestuurslid hier te zijn en wat een ander moet motiveren om hier vrijwilliger te worden? Nou ja, ik zou eens bijna willen zeggen, kijk om je heen. Het is een prachtige club, daar wil je onderdeel van uitmaken, daar wil je voor inzetten. En zoals ik net al zei, of dat een half uur is, of bij wijze van spreken een aantal uur of 20 uur, het maakt allemaal niet uit. Daar wil je gewoon bij zijn, daar wil je voor inzetten. En je krijgt er zo ongelooflijk veel voor terug. En hetgeen wat je ervoor terug krijgt is eigenlijk, kijk maar op zaterdagmorgen op het veld als de kinderen aan het voetballen zijn. En ze hebben plezier in hetgeen wat ze doen. Dan zou ik willen zeggen, ja, daar doe je het allemaal voor. Esmeralda, dankjewel. Heel graag. Benny van Noord, wat ben jij aan het doen nu vanavond? Ik ben lekker aan het schoonmaken. Dat is wat ik kan. Lekker het vuile werk oplossen. Nou, is dit vanavond hier een vrijwilligersavond? Waarom doe je dit nou eigenlijk? Ja, omdat het leuk is toch? Alleen omdat het leuk is? Nou ja, goed, voor de vrijwilligers natuurlijk. Die hebben heel jaar voor ons ingezet en dat is wel het minste wat wij terug kunnen doen. Vind jij het niet opvallend dat er vanavond heel veel mensen zijn terwijl er een redelijk slecht seizoen is gedraaid? Ach ja, hè? Elk seizoen moet je goed afsluiten. Arnoud van Toor, ik moet allereerst mijn excuses maken dat ik van het jaar een keer je naam vergat. Dat is één. En dat doen we voor de camera. Maar je staat hier vanavond achter de bar. Je bent aan het werk voor de vrijwilligers. Waarom doe jij dit? Waarom ik dit doe? Nou ja, ten eerste denk ik gewoon, als je ziet wat die vrijwilligers allemaal voor de club doen, denk ik dat het heel belangrijk is. En ik denk dat zeker wij als selectie gewoon nu wat terug kunnen doen. Ook al is een avondje achter de bar staan. En daarnaast is het ook hartstikke leuk om te doen. Dus nee, een hele leuke avond eigenlijk en onze manier om een klein beetje iets terug te doen. Merken jullie het als jullie moeten voetballen of als jullie moeten trainen dat er vrijwilligers voor jullie aan het werk zijn? Tuurlijk, dat merken wij al bij ons in de kleedkamer om ons heen. Sowieso met de lammet en de stoffel. Maar daarnaast zijn er nog veel meer natuurlijk die op vrijwillige basis heel veel voor de club doen. Dus het is voor de club enorm belangrijk en voor ons ook. Dus alleen maar waardering daarvoor. Nou heb jij voetbalgeschiedenis, hè? Je hebt bij meerdere clubs gevoetbald, ook in het professionele circuit. Is dit nou iets waarin IJsselmeervogels zich onderscheidt van andere voetbalverenigingen? Ik denk dat het wel heel bijzonder is, ja. Ik heb dit bij andere clubs niet zo meegemaakt inderdaad, hoe groot dat is. En als je ziet vanavond ook hoeveel mensen er zijn gekomen, dat is fantastisch denk ik. Ja, ik zelf vind het vrij opvallend. Ik ben wel vaker op deze avond geweest. Ik vind dat er veel meer mensen zijn, terwijl het seizoen eigenlijk, laten we zeggen, om maar heel snel af te sluiten is geweest. Ronduit teleurstellend, ja, absoluut. Maar dan zie je ook dat de mensen best wel positief zijn. Gewoon volgend jaar inderdaad nieuwe kansen. En dan gaan we er weer helemaal voor. Dus volgend jaar, afgelopen seizoen snel vergeten en op naar volgend jaar.
dat is eigenlijk het zinnetje waar ik ook mee zou af willen sluiten. Dit seizoen heel snel vergeten en volgend jaar weer lekker aan de bak met elkaar. Absoluut. Arno, dank je. Heel graag gedaan. Bas, mooi. Je neemt afscheid van IJsselmeer volgens mij. Je neemt afscheid in stijl. Ja, goed toch? Ja. Ja, hartstikke leuk. Ik vind het wel bijzonder dat je hier bent. Je hebt afscheid genomen, maar je staat hier wel. Wat is nou de reden voor jou om dit te doen? Ja, afscheid genomen van het publiek bij een wedstrijd. Maar ik denk dat dit juist het beste afscheid is wat je kan hebben. Want dit doe je ook voor de mensen die hier eigenlijk zoveel tijd en energie in steken. Dus dat is eigenlijk het minste wat ik terug kan doen. Ja, ik vroeg net aan Arnoud van wat merken jullie als spelers ervan? Spelers van het eerste van de vrijwilligers die om jullie heen staan. Nou ja, je merkt het natuurlijk rondom wedstrijden sowieso, hè, dat er zoveel mensen naar de wedstrijden afkomen. En ja, dat moet in goede banen geleid worden. Dus de stewards die sowieso rond de velden zit, ja, dat is één voorbeeld. Daarnaast heb je binnen de club zoveel vrijwilligers. En ik denk ook nodig, want anders kan een club gewoon niet voortbestaan. Ja, dus je merkt het eigenlijk altijd wel dat de mensen aanwezig zijn. Ja. Kun jij een andere club voorstellen in het voetbal hier in Nederland? Waar een teleurstellend seizoen is geweest, waar zoveel mensen komen, maar waar ook zoveel spelers eigenlijk belangeloos mee komen werken. Ja, ik heb het nog niet meegemaakt. Ik hoop dat Dovo... Denk je dat er andere clubs zijn? Je noemt net al Dovo. Maar denk je dat er andere clubs zijn waar dit kan? Nou, ik denk wel dat clubs dat wel hebben, maar ik denk dat hier ook wel aardig bijzonder is. Kijk, ik weet het van deze club dat ze het hebben en dat ze een vrijwilligersavond hebben. Dus ja, nogmaals, het is het minste wat je als speler ook terug kan doen. Niet alleen wat je op het veld met elkaar doet, maar dan kan je hier gewoon wat terug doen op één zo'n avond. Ja, wat is één avond op een seizoen? Jij hebt een paar seizoenen IJsselmeer volgens hier erop zitten, hè? Meer dan een paar. Als je denkt aan vrijwilligers, de eerste naam die bij je opkomt? Ja, Lammert en Stoffel. Die zijn, ja, die zijn direct betrokken bij het eerste elftal. Ja, en die zijn er altijd bij de trainingen en bij de wedstrijd. Ja, die staan er zo gewoon heel dichtbij, dus dan heb je die als eerste in je gedachten. Maar zo zijn er nog, ja, velen die ik misschien niet eens van naam ken, maar wel van gezicht heel goed ken. Ja, en die zijn er ook altijd bij alle wedstrijden, dus ja, te veel eigenlijk om op te noemen. Bas, mooi, dankjewel en ik wens je veel succes bij Dovo. Ja, graag gedaan, dankjewel.